Beauties, welkom op het kanaal van Be Ilona. Ik ben Ilona en ik ben heel blij dat jij vandaag kijkt. Je denkt misschien, hoe zit ze daar nu? Ja, ik heb mijn onesie al aan, ik ben al gedemaquilleerd. Waarom? Ik heb iets heel leuk in de bus gekregen vandaag dat ik direct wil uitproberen en aan jou ook wil laten zien. Wat ik heb gekregen is namelijk het nieuwe Bubble Sheet Mask van Glam Glow. Wat belooft dit masker te doen? Ik ga even lezen, want ik heb het nog niet gelezen. Fun, get clean. Dat is al een goede start. Het gaat extra glow aan je gelaat geven. Zuurstof, detox, purifiëren, make-up verwijderen. En het is voor dames en heren. Ook heel fijn dat er eindelijk eens een maskertje is dat zowel voor dames als heren kan gebruikt worden. Want dat vergeten we toch vaak dat er ook mannen zijn die graag een maskertje dragen. Ik moet het masker open doen. Op mijn gezicht plaatsen, lijkt me logisch voor een maskertje. Rekening houden met de gaatjes voor de ogen, de neus en de mond. Het laten zitten en binnen de 60 seconden gaat het beginnen bubbelen. Dus ik ga dat nu al doen. Ik ben heel benieuwd. En we zullen zien hoe hard het gaat bubbelen of het echt een bubble sheet is. Ruiken. Oh, die geur is echt al hemels. Een heel goed doorweekt masker. Ik weet niet erg goed kan zien, maar... Echt, het zit overal, de vloeistof. Mijn handen hangen al vol. Zo, het masker zit op zijn plek. Ik ben eens benieuwd of het nu ook gaat bubbelen. Ik voel nog niks op mijn gelaat. Ik zie wel hier en daar al wat bubbel tevoorschijn komen. Maar ik voel het niet echt. Op mijn handen bruist het alleszins al wel, de vloeistof. Kom aan, Glam Glow, stel mij niet teleur. Op mijn neus zie je dat er echt al veel grijze massa ontstaan is. En daar voel ik het ook zo echt wel zachtjes tintelen. Dus ik denk echt dat het masker nu op gang aan het komen is. Je ziet overal wat bubbels ontstaan. Zalig gewoon is dit. Nu overal zo'n beetje begint te bubbelen. Ik ga even in close-up komen, dichterbij komen. Hier zie je het heel erg goed. Ik heb mijn voorhoofd ook, mijn haar zelf. Even verder lezen wat we moeten doen eens het masker begint te bubbelen. We laten het ongeveer 3 minuten zitten wanneer het bubbelt. Oké, dat kan ik wel. Als het masker op je gezicht zit, heeft het wel zo een heel leuk gevoel, zo'n tintelend gevoel. Ik kan het omschrijven als je in een bad gaat en je neemt een bruisbal mee in bad en je houdt dat tegen je been of tegen je arm. Ja, ik doe dat kei vaak, want ik vind dat gevoel echt leuk. Dan heb je zo'n gevoel op je huid. Dat voel ik nu op mijn gezicht. Ja, dat is echt tof. Ik vraag me af waarom dat eigenlijk overal bruist, behalve op die vlekjes hier en hier. Of wat daar eigenlijk een reden voor is, dat ik iets mis heb gedaan of zo. Vraag ik me wel af. Oké, het masker zit er nu ongeveer zo'n 3 minuutjes op. Dus ik denk dat het zo wat uitgebruist gaat zijn. Nu, ik vind het eerlijk, het is een bubbelmasker. Gaan we niet over liegen. Het bubbelt, het bruist. Maar... ik had meer bubbel verwacht. Ik heb zo van die maskers al gezien op Instagram en zo, met echt van die bubbels, dat je zo'n dik gezicht krijgt. En eigenlijk had ik niet zo'n dik gezicht verwacht, maar wel iets meer bubbel dan dit. Oké, wanneer het masker 3 minuten op het gelaat zit, moet je het masker zachtjes eraf halen en met ronde bewegingen de overige restant van bubbels inmasseren in het gelaat. Dus dat zullen we dan ook eens doen. We gaan het er zachtjes afhalen. There goes my face. Oeh, ja. Vind ik wel fijn. Het masker ruikt ook echt super lekker. Precies, ik scheerschuim op het nu. Zo voelt het ook een beetje.
Dit zou eigenlijk een supergoed masker moeten zijn, aangezien dat zo wat detoxifierend gaat werken voor mensen met iets vergrote poriën. Hè. Dus ik ben echt benieuwd, want ik had hier eigenlijk weer heel veel last van open poriën, altijd rond mijn neus en hier een beetje. Dus ik ben benieuwd dat dit masker eigenlijk daar iets aan gaat verholpen hebben. Ik gebruik daar ook heel vaak zo de Glam Glow Super Mud Treatment voor, omdat die echt het vuil zo uit de poriën gaat halen, dus dat vind ik echt wel fijn. Ik weet eigenlijk niet hoe lang dat je het moet inmasseuren, maar het blijft witter en witter worden, dus het blijft maar eventjes gaan. My skin loves the massaging feeling, dus waarom niet. Goeie tip dat ik kan geven, doe het masker voordat je haar moet gaan wassen. Want er plakt toch wel wat bij in. Oké, okay, hier begint het zo wat stroever te gaan om het in te masseren. Het is echt gewoon een sticky cream geworden. Hier gaat het nog heel vlot. Je ziet, het wordt ook witter als ik het doe. Dus eigenlijk geeft het masker zelf wel aan wanneer het genoeg is. Oké, okay, het inmasseren gaat... Het wordt niet meer witter. Nee, het is ingemasseerd, denk ik. Wat moet ik dan doen? Dan moeten we het gelaat gaan reinigen met wat water. Dat ga ik nu even doen. I'll be right back at you. Zo, ik ben weer terug. Mijn gezicht is gereinigd met water. Het voelt eigenlijk supergoed aan. Het is ook eens een masker waar ik niet zo rood van word als een tomaat. Wat ik echt supergoed vind, want ik heb echt een gevoelige huid. Dus ik kan eigenlijk detoxifierend en purifierend gaan werken zonder eruit te zien alsof ik 10 uur in de zon heb gelegen zonder zonnecrème. Ik vind het super goed eigenlijk, het masker. Ik vind het heel fijn. Mijn neus, de poriën zijn inderdaad verkleind. Ik zeg niet dat ze weg zijn. Hè. Ik bedoel, het is geen wondermasker. Dat kan dat masker ook niet doen. Maar het helpt wel. Mijn huid is precies ook wat verhelderd. Alhoewel, ik ben altijd wel zo licht als iets. Maar ik vind het echt een heel fijn gevoel hebben. Het is echt zo wel een probeerding. Aangezien dat het zo bubbelt, moet je het gewoon eens gedaan hebben. Het Glam Glow masker is vanaf vandaag te koop. Vanaf het moment dat je dit filmpje ziet. En het is te koop bij de Glam Glow verdelers, waar je al je andere Glam Glow producten gaat halen. En ik dacht dat dit masker iets van een 8,90 euro gaat kosten. Dat klinkt veel, maar je ziet voor je huid, het doet echt wel wat het moet doen. En ja, ik vind het echt wel fijn. Wat vond jij van dit masker? Heb jij andere bubble masks die ik zeker eens moet uitproberen voor zo'n bubbelgezicht van te krijgen? Laat het mij zeker weten in de comments beneden. Vond je de video leuk om naar te kijken? I love the thumbs up. En je weet het, abonneren nog altijd gratis. Dus laat u maar vol een bak gaan. En ik zie je heel graag terug volgende keer in mijn nieuwe filmpje. Adios mijn beauties en tot binnenkort.